Nou, vakantie in Zeeland ga ik hier nog even lopen. Gisteren zonder camera een paar baantjes gelopen. Muntgewichtje, mijn eerste. En 4 muntjes gevonden, die zie je straks terug. Ik hoop dat we nog wat bijvinden. En bij het eerste goede signaaltje kom ik bij jullie terug. Wish me luck. Goed, dus is die eruit. Ah. Vierkant. Denk oorlogsgeld. Even schoonmaken. Ja, een zinken 5 cent. Tweede Wereldoorlog. Ja, dat kan ik nog niet lezen, dan moet ik hem thuis beter schoonmaken. Ja, volgende vondst, een of ander loodje, maar niks meer van te maken helaas. '83. Het wordt ook eens leuker, super mooie gesp. Ziet er oud uit. Ik heb er geen verstand van de gespen, maar mooie vondst. Op naar de volgende. En weer een muntje. Ik moet zeggen, met die dikke klei hier, slechte schoonmaakapplicaties. Geen idee wat het is. Ah. Oh, waar is die? Een knoopje. Leuk knoopje. Geen idee hoe oud. Weer een knoopje. Een stuk kleiner dan de vorige. Nou, gaan we weer. Volgende signaaltje. Ah. Musketkogel. Altijd leuk. En weer een munt. Ik kan hem nog niet lezen. Misschien een Willemscent. Hij voelt lekker zwaar, maar thuis nog even goed schoonmaken. Oh, volgende signaaltje. Eens even kijken. En weer een mooie dikke musketkogel. Jongens, het is rond. Het glimt. Ik weet niet of het wat is, maar daar is die. Is die nou zilver, jongens? Even schoonmaken. Zie je hem zo? Ongelooflijk, jongens. Gewoon een... zilveren munt, 1660, eindigt op Ria, dus Gelria, denk ik. Moet hem thuis nog beter schoonmaken, maar denk een 2 stuiverstuk of zo. Super vet, jongens. Deze ga je straks van me terugzien. Yes, yes, yes. En ja, daar komt ie. Weer een munt.
Even schoonmaken. Nou, ik kan hem hier in de klei niet beter schoon krijgen, maar... Denk... Duitse munt is wel heel iets zichtbaar. Maar... Ja, ik kan er nu nog geen zinnig woord over zeggen eigenlijk. Geen muntje. Maar een platte knoop. En weer een mooie flinke munt. Maar ook hier kan ik nog niks van maken. En weer een musketkogel. Nou, volgende. Geen idee wat het is. Maar ziet er best wel oud uit. Heb je een idee? Post even een berichtje in de comments onder de video. Nou, weer een munt, maar ze zijn hier allemaal supergroen uitgeslagen en onleesbaar. In ieder geval een koperen munt, geen idee welke. Mooi signaaltje. Muntje. Zo slecht leesbaar zijn hier. Even kijken. Nou, eindelijk een leesbare bunt, maar die is dan ook niet zo oud. Een setje gulden tijdperk. Nou, de volgende voor de collectie. Ik kan er niet meer van zeggen dan dat het een munt is. Helaas zijn ze allemaal slecht leesbaar hier. Dus hopen dat we toch nog wat zilver tegenkomen. Daar kunnen we wel wat mee. Nou, ruitvormig voorwerpje. En aan de achterkant voorzien van pinnetjes, dus die is toch in kleding of leer gezeten. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat het is. Ziet er grappig uit. Nou, aan de rand van het veld. Ah. Denk weer een centje. En weer een musketkogeltje. En de volgende musketkogel. Er liggen er aardig veel hier. En weer een musketkogel. Ja, denk even aan de laatste vondsten. Een mooie knoop. Oogje er nog aan. Heeft denk ik wel iets opgestaan, maar ik kan er nu niks van maken. Kijken of we thuis nog wat details, misschien een maker op de achterkant kunnen vinden. En op de valreep nog een centje. Nou, één en laatste raadje, of laatste dan. Ah, gewichtje, die is altijd leuk. Denk 100 gram. Even schoonmaken, kijken of er nog merkjes in staan. Maar dat zijn de leuke vondsten.